Goeiedag, leuk dat je naar deze video kijkt. Welkom bij het YouTube kanaal van Bax Music. Mijn naam is Jasper en hier heb ik een hele toffe Gibson SG Standard vast. Deze SG komt uit de Modern Collection en het is de Ebony uitvoering. Dus een mooie hoogglans, zwarte afwerking, nitrocellulose lak. En ik ga daar wat meer over vertellen aan jullie. We hebben hier gewoon een hele toffe moderne SG van een mahoniehouten body, zoals je van een SG verwacht. Een gelijmde mahoniehouten hals met een palissanderhouten toets. Traditionele klankhouten, gewoon die eigenlijk altijd goed werken en daarom ook weer voor deze gitaar gekozen zijn. Om deze gitaar uit te versterken hebben we twee humbuckers, namelijk de 490R en de 490T van Gibson zelf. Deze humbuckers zijn een beetje medium output, dus vergelijk gewoon mooie rockklanken tot en met gewoon eigenlijk cleans en alles ertussenin. Daar kunnen ze allemaal goed hebben. 22 medium jumbo frets met een mooie binding om de hals heen die ook de frets meeneemt. Waardoor je dus ook eigenlijk geen last hebt van uitstekende fretjes. Het zijn wel uitstekende frets, maar geen uitstekende eindjes. En Grover stemmechaniek aan de achterkant die er gewoon voor zorgen dat het heel stabiel blijft allemaal met een GraphTech topkam. Deze gitaar is non-nonsense, gewoon een SG, gewoon een rockgitaar die eigenlijk voor heel veel dingen meer geschikt is dan men altijd denkt. Ik speel via een Fender Deluxe Reverb versterker die hier achter mij staat. En op de vloer heb ik een overdrive pedaal, namelijk de Fulltone OCD, voor als we wat overstuurde klanken willen laten horen. Ik ga eerst even de elementen voor je af op clean en dan kun je horen hoe deze gitaar een beetje klinkt. Ja, nek, pick-up en dan gewoon alles helemaal volledig open. Hele volle, mooie, warme klank komt eruit. Maar toch wel genoeg helderheid om je akkoorden definitie te geven. En zodra je de volumeknop, ieder element heeft zijn eigen volumeknop en eigen toonknop trouwens. Zodra je de volumeknop naar beneden draait, wordt hij wat milder. En als ik de toonknop een beetje terugdraai, krijg ik ook wel mooie, warme jazzklanken. En dat maakt deze gitaar ook al best wel veelzijdig. Naar beneden met dit schakelaartje kom ik bij het brugelement. En ook die is niet te bombastisch of te schel, maar gewoon helder en lekker een bite zonder dat het vervelend wordt. En ook door hier volume en de toonknop terug te draaien, wordt hij ook wat warmer of wat zachter van zichzelf. En natuurlijk hebben we nog de tussenstand van de elementen en hebben we allebei de pickups samen. Eerst even op vol volume. Heldere en warme sound samen. En met de twee volumeknoppen van allebei de elementen kan je eindeloze blends maken tussen deze twee pickups samen. Als ik ze halverwege zet en ik wil iets meer bite hebben, draai ik bijvoorbeeld iets meer van de brugelementen bij. Wil ik hem juist iets warmer hebben, draai ik iets meer van het halselement erbij. En zo krijg je eigenlijk heel veel combinaties die je zelf met deze vier knoppen en de pick-up schakelaar kunt maken. Wat heel fijn is, is dat deze hals vrij plat is. Ze noemen het de Slim Taper profiel van Gibson. En de hals is daardoor wat platter of comfortabeler dan je gewend zou zijn. En op die manier speelt de gitaar gewoon heel makkelijk en soepel weg. Wat ik al zei, omdat de fretrandjes mooi zijn afgewerkt, is de hals vrij snel. En door het double cutaway en de neckjoint die vrij hoog is. Neckjoint is in het Nederlands hoe de hals en de body samengevoegd zijn. Kan je heel makkelijk bij de hoge frets komen zonder last te hebben van obstakels. Dus dat is heel prettig. Nou, nu denk ik natuurlijk bij een SG eigenlijk heel vaak aan rockklanken. Dus ik trap mijn overdrive pedaal in. En wat heel fijn is aan deze gitaar is dat door de elementen de gitaar heel goed zijn definitie behoudt. Hij blijft heel open klinken. En ja, de articulatie blijft ook heel hoog bij mijn gitaar. Dat is heel tof. En door de volume naar beneden te draaien, wordt je ook weer wat cleaner. Zonder toon te verliezen. Al het bereik zit hem in de volumeknop en in de pick-up zelf. Het neck-element, dat zingt wat meer rond. En ook die kan je natuurlijk wat cleaner zetten door de volume wat terug te draaien. En zo krijg je dus heel veel verschillende sounds uit deze elementen. En de gitaar die pakt het allemaal heel goed op. Door de mahoniehouten body blijft het warm. Palissander toets geeft het net even wat helderheid mee. En het speelt gewoon heel comfortabel. Dus eigenlijk is het een hele toffe gitaar. Voor de serieuze gitarist die wat rockgitaarklanken wil hebben. Maar ook gewoon meer dan alleen dat. Wil je meer weten over deze specifieke Gibson uit de Modern Collection serie? Of zoals je hier misschien ziet andere Gibsons die wij je ook aan kunnen bieden. Ik stel voor dat je even naar de omschrijving van deze video gaat. Daar staat een linkje voor je klaar. Als je daarop klikt, kom je op de productpagina van onze website van deze gitaar. Dan kan je alles nog even rustig nalezen. Dan kan je nog even de foto's bekijken, etc. En daar staan natuurlijk ook alle andere Gibson modellen naast elkaar. Zodat je die met elkaar kan vergelijken. Want we hebben verschillende series, verschillende uitvoeringen, verschillende kleuren, etc. En misschien wil je daar wat meer informatie over. En dan kan je op die manier makkelijk vinden. Wat ook altijd kan natuurlijk, is dat je langskomt in een van onze winkels. Er zijn altijd productspecialisten klaar om jou te helpen als je vragen hebt. En je kan dan ook gewoon de gitaren zelf uitproberen natuurlijk. Dus dat is altijd een aanrader. Ja, nou, dan hoop ik dat je hier een beetje informatie uit hebt kunnen halen. Nogmaals, bedankt voor het kijken en ik zie je dan graag bij een volgende video.